Snappings ek doen. Ja, hier ga ik dus straks optreden over een paar dagen in dit theater. Samen met meester-illusionist Christian Farla. En ik ga een ontsnappingsact doen onder water. Ik heb geen idee wat me te wachten staat. Ik weet alleen dat het live on stage is. En het enige wat ik zeker weet is dat ik nog 4 dagen heb om te repeteren. Hou vol. En die tijd heeft Lauren hard nodig. Want ongeoefend uit een afgesloten waterbak ontsnappen kan levensgevaarlijk zijn. Hoe kan dat nou? Het is veel te kort. Kut. Nou, ik ga gewoon nog een keer. Wat ga ik vandaag doen? Wat ga ik zo meteen doen? Op ons vakgebied is dit echt een van de allermoeilijkste illusies ter wereld. Want je moet proberen te ontsnappen uit deze act. Je zit helemaal vast. Deksel zit vast met straps. Je zit voor en achter zitten sloten. En je moet proberen minimaal 90 seconden je adem in te houden. Ga je over de 90 seconden, dan wordt het heel erg zwaar. En dan gaat het fout. Nou, het enige wat wij voor je kunnen doen is aan de zijkant klaarstaan met een grote hakbel. Als het niet goed gaat, geef je het teken dit. Dan komen we met hakbel, slaan we er vooruit in en dan... Dat is de enige manier om te even... Chris, je hebt gewoon een extra sleutel? Nee. Het is natuurlijk wel echt, hè? Het is geen illusie, het is werkelijkheid. Want dan zou je denken van, kijk, hier zit een randje lucht. Dus dan denk ik van, dan hap ik zo meteen nog een extra hap lucht hier. Maar ik moet natuurlijk zelf ook nog bij. Ja, en als jij erin gaat, dan stijgt dat water weer naar de deksel. Ja. Ik wil je vragen om in de bak plaats te nemen. En we gaan eerst eens timen hoe lang je nu je adem kunt inhouden. Ja. Want voor de live show zul je het zeker 90 seconden moeten volhouden onder water. Ik heb het nog nooit gedaan, dit. Ik heb geen idee of ik 20 of 30 seconden mijn adem in kan houden, of 10 of 60. 5 seconden en dan gaan we. Adem uit en go! Sorry, ja, ik snap het. Het is 20 seconden. Ja, maar ik moet uitademen. En go! Lauren voelt dat haar lichaam om lucht schreeuwt. Dat heet de ademprikkel. Die prikkel komt voordat er echt zuurstofgebrek is. Ze moet dus leren om die te negeren. Maar niet te vaak, want dan riskeert ze een blackout. Verdrinking is een gruwelijke doodstrijd die jaarlijks wereldwijd bijna 500.000 levens eist. Bij verdrinking raak je eerst in paniek. Je probeert zwembewegingen te maken en houdt je adem in. Na enige tijd verslapt het lichaam. De nog overgebleven lucht ontsnapt uit de longen en water wordt ingeslikt. Dit heeft braken tot gevolg. Na zo'n 3 minuten raak je bewusteloos en na nog een aantal spastische pogingen om te ademen, treedt de dood in. Hou vol, hou vol, hou vol. Nou, weet ik, pak een beetje. Nou, volgens mij al 20, 25 seconden. Ik ga ze schokken en dan moet ik uitademen. En dan denk ik, oké, dan adem ik een klein beetje uit. En als ik dan uitadem, dan is mijn lucht eigenlijk op. En dan, ik ga helemaal zo. En dan op een gegeven moment denk ik, dan ga ik vanzelf naar boven. Nee, even een glaasje water en dan ga ik weer verder.